Welkom bij Café Weltschmerz in samenwerking met Viruswaarheid en Videowaarheid. Vanavond nemen wij weer de week door met Jeroen. Hi Jeroen. Willem, hi. Ja, we zijn alweer over de helft van het jaar, Willem. We hebben weer het hele jaar bullshit verkocht, toch? Ja, wij proberen zoveel mogelijk politiek theater te recenseren. De kwaliteit is erg omlaag gegaan, maar de frequentie is nog steeds erg hoog. Ja, laten we maar gelijk beginnen. Kijk, de BOA's, die worden uitgerust nu met wapenstokken en ze krijgen ook nog handboeien. Wat zie jij hierin? Ja, ik meen me te herinneren dat 80 jaar geleden al een keer is gedaan. Toen noemden ze het nog de SA. En die hadden ook andere kostuums aan. Maar ik even een stapje terug, zeg maar juridisch gezien, kan dit überhaupt? Nou, volgens mij ligt het geweldsmonopolie is in Nederland bij wet bepaald. En dat is echt beperkt volgens mij tot de politie en de marechaussee. Maar ja, ik zie deze ontwikkeling eigenlijk al 15 jaar. Burgemeesters willen hun eigen legertje hebben.